Dus dat ze met z'n negen deze hebben samengesteld. Ja. Meestal is dat een andere zoektocht om met elkaar in overeenstemming te komen. Deze kwamen zo spontaan voor, dus dat is ook historisch. Bob deed echt een huppeltje. Dat is een van mijn dromen. Ja. U heeft allemaal kaartjes gekregen. Zoals u ziet, een gele en een blauwe. Nou, dat mogen duidelijk zijn, voor en tegen. We geven een stelling en dan willen we graag inbrengen. Horen. Ja, jij deed altijd vroeger een proefstelling. Die hebben we niet, ja. Nou, kunnen we vragen, zal de burgemeester het redden op tijd? Ja, komt ze met het openbaar vervoer of niet? Wat denken jullie? Ja, dat kan niet. Dat is geen goede stelling. Dat is ook standaard. Meestal zeggen mensen, de stelling is niet goed. Dus, nou goed, we gaan het zien. Drie statements dus, er zijn een aantal deskundigen. Dat is ook al duidelijk. En, maar we beginnen de avond met de lopende burgemeester. Wethouder Erik Wijers van de gemeente Berg en Dal. Die komt even tussen ons in staan. Dat is ook een mooie plek, toch? Ja, helemaal. Je hebt geen ketting om, is dat toevallig? Dat is bewust, ja. Leg eens uit. Nou ja, een ketting brengt dan gelijk weer zo vanwege allemaal. En naast de commissaris van de koning heb ik geen ketting nodig. Oké, gepaste kledij. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. We gaan het hebben over grensgemeenten, want dat zijn jullie. Waar loop je als bestuurder tegenaan, als grensgemeente? Ja, je hebt natuurlijk, ik ben enerzijds bestuurder en anderzijds ben ik ook inwoner hier van deze mooie grensdorp. Maar als bestuurder, ja, we lopen tegenaan. Je loopt eigenlijk tegen heel weinig aan. Oké, nou, dat is lekker. Dat is lekker. Ja, over de eerste week een natuurlijk uitnodiging zou. Ja. Ja. Vandaag van de burgemeester niet? Nee, hij kon ook niks bedenken, dus hij zei, ga jij maar. Je gaat nu al over de grens, hartstikke mooi, Erik, hartstikke mooi. Maar waar loop je dan wel tegenaan dan? We hebben natuurlijk hier als gemeente Bergendal hebben te maken met een aantal gemeentes, waaronder Kraanburg. En daar hebben we Enkleef, maar goed, die is er nog. Maar daar hebben we gewoon hele goede contacten mee. En ik kan wel zeggen dat ik de burgemeester van Kraanburg vaker zie dan de burgemeester van Nijmegen of van Mal. En hoe gaan die contacten dan om voor mij een beetje een beeld te vormen? Is dat gezellig wat drinken of wat eten? De contacten met de burgemeester van Kraanburg gaan meestal heel informeel en over het algemeen in het Nederlands. En ga je dan eerst altijd even tanken of niet? Ja. Ik weet niet of ik ook Groesbeekse tankhouders kijken, maar ik tank wel eens in Duitsland. Ja, ja. Kun je wat succesvolle samenwerkingen noemen met Kraanburg? Nou, we hebben